Natuurlijk heb ik iets zinnigs te vertellen, inspecteur. Ik heb nog even vlak voor de filmopname nog met een slachtoffer gepraat. Dat heeft u ons al verteld. Als u niets nieuws heeft, is het echt zonde van mijn tijd. Nou, ik heb in de agenda van de eerste overledene, van Erik. De agenda? Hoe komt u daaraan en waarom krijg ik die nu pas? Nou, die heb ik nu pas gevonden, in een hoekje van de kleedkamer. Wij hebben die kleedkamer nauwkeurig onderzocht. Ik geloof u niet, heeft dat ding achtergehouden, terwijl het zo belangrijk is. De afspraken die erin staan, hadden aanwijzingen kunnen zijn die wij hadden kunnen volgen. Ach, dat hoeft niet meer, inspecteur. Dat heb ik al gedaan. Bewijsmateriaal achterhouden, God bewaar me. Ja, maar u had het voordeel dat u de achtergrond van Erik kon napluizen. Hebt u dat gedaan? Ja, natuurlijk heb ik dat gedaan. Maar behalve het feit dat die Erik Stevenson boekhouder was. Boekhouder? Ja, een werkloze boekhouder die alleen nog maar voor sommige vrienden de boeken bijhield. Oh, maar dan is alles duidelijk. Chantage. Chantage? Hoezo? Hij heeft bij een van die mensen fraude ontdekt. En toen is hij gaan chanteren natuurlijk. Oh, dat komt in alle boeken van Agatha Christie voor. Van Agatha, weet je wel, inspecteur? En Erik, de chanteur, moest vermoord worden. Ach, inspecteur, dat ik u nou op het idee moet brengen. U hoeft enkel de man te vinden die gechanteerd werd. En wie is die man dan wel, mevrouwtje? Dat moeten wij samen uitzoeken. U en ik. Streefkerk weer, mevrouw, nu uitlaten. Uitlaten, zeg. Alsof ik een hond ben. Wat denk je? Ja, met wie? Een anoniem telefoontje. Ja? Als kellner. Een party. Het gouden oog. Ja, maar met wie? Met... Op Streefkerk, die man, die jonge man. Die Jerry werkt vanmiddag op een party in het gouden oog als kellner. Wij gaan er naartoe, wij mengen ons onder de gasten. We denken eraan één kop. Jerry is kelder op een party in het Gouden Hof. Hoe weet jij dat? Afgeluisterd. Er kwam een anoniem telefoontje bij de inspecteur. Een anoniem? God nog eens toe, Evelien. Nee, toch. Evelien doet zoiets. Lona is de enige aan wie ik het verteld. Dat intens, immens vals. Ik ga Jerry waarschuwen. Nee, doe dat dan niet. Als de inspecteur je daar ziet, krijg je weer moeilijkheden. Laat mij maar gaan. Ik ga gewoon naar die party. Ik waarschuw wel op de een of andere manier. Oh, idioot. Ik heb allemaal... Jij wordt gaan. Wat heb ik gedaan? Mijn broertje verlinkt aan de politie. Ik? Nou, je bent waanzinnig. En dan nog wel met een anoniem telefoontje. Bah. Nou, loop je weg? Ja, wie kan het anders gedaan hebben? Je bent de enige aan wie ik het verteld heb. Ja, weet ik veel. Maar ik in ieder geval niet. En als jij nog groot mag, dan kun jij voor mij doodvallen. Hm. Dus je hebt echt niet? Sorry. Ga weg. Maar ik zeg toch sorry. Streefkerk, die party is hierachter. Ga jij daar naartoe om te kijken of hij daar is? Ik blijf hier om te kijken of hij hier soms langskomt. Maar denk eraan, Streefkerk, we zijn deze keer geen politie, maar gewone mensen. Hé, inspecteur, mag je ook op de receptie? Wat gezellig. Geen inspecteur, alstublieft. Wij zijn de dader op het spoor, maar wij willen voorhands niet optreden als politie. Ja, ik begrijp het. Weet u wat voor receptie dit is? Geen flauw idee. Zullen we dat samen even gaan uitzoeken? Nee, ik blijf hier en u blijft ook hier. Ik weet precies wat u in schuld voert. Ik ben mevrouw Van Doorn. Gerritsen, notaris Gerritsen. En ik ben mevrouw Gerritsen. God bewaar me. Welkom te verder. Nee, wij moeten nog heel even op iemand wachten. Bent u gek geworden, mevrouw Gerritsen? Nee, doet u dat nog niet? Net of we vreselijke ruzie hebben. U belemmert mij de uitoefening van mijn functie. Integendeel, ik help u. De toespraken beginnen. Ja, maar wij moeten toch nog heel even wachten op mijn zuster. Ja, wacht op mijn schoonzusje Amélie. Maar misschien komt ze niet meer, schattenboutje. Ja, zullen we maar naar binnen gaan? Ik weet zeker dat ze wel komt, mijn dauwdruppeltje. Ze moest alleen heel even wachten. Ze moest alleen heel even naar de dierenarts met de poesje. Ja, het arme beestje had een breukje. Hij is binnen, inspecteur. Streefkerk, wat is het voor receptie? Dan weet ik niet, er wordt champagne geschonken. Streefkerk, ga weer naar binnen en houden ze in de gaten. Ik blijf hier. Nou, laat me nou los. U brengt me in een onmogelijke situatie. Glimlachen, aardig zijn. Ach kijk, inspecteur Van Dijk. Nee, u vergist zich. Dit is de tweelingbroer van inspecteur Van Dijk. Notaris Gerritsen. En ik ben mevrouw Gerritsen. Ja, die vergissing wordt heel vaak gemaakt. Men ziet mij op de havenklap aan voor een inspecteur van politie. Ja. Maar ik ben mijn broer. Ik ben zijn broer.
Het is een zilveren bruiloft, receptie met een heleboel champagne. Spreek, kerk, een zilveren bruiloft. Als ik merk dat jij misbruik maakt van sterke dan ga ik terug en alles in de gaten. Ach, Tonia Tudor, wat enig. Nee, dit is niet Tonia Tudor, dit is mijn vrouw, mevrouw Gerritsen. De tweelingzuster van Tonia Tudor. Mijn vrouw heeft nog nooit op het toneel gestaan. Zou ze ook helemaal niet toe in staat zijn. Sorry. Ik heb het één keertje herkend. Je hebt er zelf om gevraagd. Bent u niet die inspecteur van politie? Nee. Dat denkt iedereen. Notaris Gerritsen. Tweelingbroer van inspecteur Van Dijk. Wel, ik was namelijk aanwezig bij de moord in een reclamespot. Ik moest de overleden onderzoeken. Dokter Van der Waal is de naam. Is niet waar? Ja, mijn broer heeft mij daar het een en ander over verteld. En Gert is uw naam. En uw tweelingbroer heet Van Dijk? Ja, de tweeling van twee vaders. Uniek. Wel, tot ziens. Wat wordt dit lachwekkender? Ga niet te ver. Dank u wel. Oh, zeg. Ze denken dat wij het bruidspaar zijn. Oh, kijk. Hartelijk gelukkig. Dank u wel. Dank u wel. Er is zoveel belangstelling. En we zijn zo gelukkig, hè, Manneke? Ja, 25 jaar. Dat is een hele tijd. Wie dit even vast houden, schattenbehoud. Ja, en in al die 25 jaar niet één ongetogen. Nee, nooit. Ja, dank u wel. Oh, kijk nou toch eens even, zeg. Een hele slof Dunhill. Je eigen merk, schatteke. Ik geloof dat je die tijd te vinden is, inspecteur. Kerk, je bent zo verzorgd. Hoe lang is dat weg? 5 minuten, kom maar. Kom even, we moeten erin halen.